Hallo allemaal, ik ben Jowinjo en welkom bij aflevering nummer 11 van de Tour de Continental. Een Tour de France die we rijden met alleen maar Continental Renners. en wij doen dat zelf met Mathieu van der Poel. En we staan nog altijd aan de leiding. En uh, ja, dat zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren, want uh, zoals je ziet een heel zware bergetappe. Drie zware beklemming. dan ook nog eentje van tweede categorie. Dus, uh, en ook maar slechts 108 kilometer te rijden. Dus het zal moeilijk worden om de leiding te behouden. Maar we gaan dat natuurlijk toch proberen. En we zullen zien of het zal lukken. Vind je dit heel leuk? als ah, zeker niet. Om te ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En zoals je hier ziet, zetten we al... Op de eerste beklimming zetten we bijna boven. En uh, ja, voorlopig geen enkel probleem om te volgen, want het uh, tempo is hier helemaal niet hoog. Een koprup is wel net weggereden. En uh, ja, qua knechten is het natuurlijk wel niet goed meer, want iedereen is zo dood als het maar kan zijn. En uh, ja, wij reden hier aan kop met wat knechten. Uh, gewoon één tempo erin, natuurlijk, om zeker niet te lossen. En dat is gelukt. En nu kunnen we gaan naar de volgende klem toe. En die tweede klem, dat is de Cold Dupree. Ook een uh, redelijk steile klem. Zoals je zien, we zitten bijna aan 10% voorlopen. Maar we kunnen nog altijd goed volgen. Stijg je nog weer zelf aan kop van het proton. Aan een inspanning van 60. En uh, ja, dat is geen probleem voorlopen. Nog 3,5 kilometer tot de top. Dus uh, voorlopen gaan we hier nog kunnen blijven in het peloton. Onze hele balk is ook nog niet helemaal op. Of zo. We zitten zelf nog niet, een, niet eens aan de helft. Ondertussen zet ik de Capcom Boy opnieuw aan te vallen voor jou. We gaan zometeen wel eens kijken naar die kopgroep. Maar eerst eens zorgen dat we zeker niet lossen op deze beklemming. Want zometeen is er nog een klemmetje van tweede categorie ook. En uh, ja, dat zal niet zo lastig zijn. Maar uh, ja, we gaan... Toch wel een beetje opletten natuurlijk. En uh, hier komen we boven nog een aanval van Okloen en kroon. Maar op zich niet zo heel belangrijk. Wij gaan hier opnieuw uh, in het peloton zetten in deze afdaling. En uh, hopen dat er nog een paar knechten zullen terugkomen. Maar dekker zit er ondertussen al bij. Kielig ook en Meisen zit niet al te ver. Dus die zal in principe wel moeten terugkomen. En uh, dan gaan we richting de voet van die laatste slotklim. En dat is de club naar La Rozière. En uh, ja, we gaan toch eerst eens kijken naar die koproep. Uh, nu is hier gelost. Hoeldhammer is ook gelost. En we zitten nog met twee leiders: de Kenyan Boy en de Slovene Grozelli van Adramobile. En uh, die zullen in principe wel uitvechten voor de zege. Want ze zitten ver genoeg voor. Ze zitten op 5 minuten van ons te reden. Dus dat zal in principe wel moeten lukken voor hun. En uh, wij zitten hier in het peloton, gaan ons eigen tempo eventjes beginnen rijden. Hoewel, oh, het tempo gaat toch wel de hoogte in, dus moeten we zorgen dat we mee zijn. Maar ja, ik vermoed wel dat we het toch zullen moeten lossen. Aangezien ja, dit hier een slotklem betreft en uh, wij natuurlijk maar 64 klimmen hebben. Maar er zijn maar 30 renners mee en we zitten nog altijd in het peloton, dus dat is ook al positief. En uh, hier gaat het iets minder stijl. Dus misschien kunnen we dan blijven zitten hier in het peloton. We zitten helemaal achteraan, dus dat is wel jammer. En uh, ja, het is daar vooraan de ploegen van Zuidel en Alarcon die natuurlijk het tempo bepalen. En ondertussen uh, gaat onze hele balk in snel tempo naar beneden. Ondertussen is er hier een van de knechten die moet lossen. Hier ook nog iemand. Dus we moeten zorgen dat we zeker niet in de slot raken, want dan gaan we krachten verspillen die sowieso niet nodig zijn. We gaan onze energiecel bijna gebruiken, nu nog niet eventjes wachten. We gaan wel ons tempo verlagen, want anders gaan we sowieso veel te vroeg doodvallen. Ja, dan figuurlijk dan tenminste. En uh, ja, we zitten hier in de buurt van de Bolletjester Gaffoeni. En uh, we hebben nu een gaatje moeten laten. Nog 8,5 kilometer, misschien iets te vroeg, maar uh, ja, misschien gaan we toch nog iemand kunnen inhalen. We gaan ook al tempo opnieuw verlagen naar 65, want en energie is al genomen. En uh, we gaan kijken of we het nog kunnen inhalen die misschien te snel hebben uh, de start van de klim gedaan, zoals deze Gafferini. Wie rijdt hier voor ons? Marcus Eibegger. Toch ook wel een redelijke goede klemmen. 69 klemmen. Dan Carvalho heeft ook 70. Dus ja, we zitten op zich wel nog redelijk goed te rijden met uh, onze 64 klemmen. Dus, uh, maar ja, zoals je ziet, de hele balk is bijna helemaal leeg. Nog 7 kilometer. Dus ja, uh, echt goed is het natuurlijk niet. Maar we willen toch graag ja, zo lang mogelijk blijven aanhaken. Want we hebben natuurlijk de gele trui aan. Een top 10 zit dat er eigenlijk in. Even kijken. Ja, ik denk het niet. Alhoewel, oh, de koproep zit hier nu al. Dus de koproep is zelf al bijna ingehaald. Zijde reed als derde. Dan al er kon. Dan reden hier nummertjes 5, 6, 7 en 8. Dan 9. En daar is het 10. Dan is hier 11. Dus we zitten net buiten de top 10 te reden. En uh, ja, we gaan zien of het mogelijk is om nog in die top 10 te komen. Ik denk het niet. aangezien onze. De hele balk al weg is. En onze rode balk ook niet al te lang meer zal duren. Daarom ook terug naar 60 inspanning. En dan gaan we wel kijken of er misschien nog iemand achter ons kan komen. Er is daar inderdaad nog een groepje. En dan gaan die ons inhalen of niet. Ja, het is Joni Brandao toch ook een van de betere klemmen. 73 klemmen. Dan zit Jan Bartha hier, Gazaya en Santorio, die gaan ons inhalen. En uh, dat is nu gebeurd. Maar gaan we even tempo blijven rijden of niet? Jawel, waarom niet? We gaan, ja, dat zal niet lukken, we gaan veel te snel doodgaan dan. Het is nog 2,5 kilometer natuurlijk. Ondertussen ja, is de leider al binnen, dat zal zoiets wel zijn. Nee, de kopje heb toch nog gehaald. Boy haalt het voor Godzilla. Dan Zoil die toch op deze afstand is blijven reden, Maar toch wel de beste van de favorieten. En zijn waarschijnlijk de hele trein zal overnemen. Dan hebben we Kon. Dan hebben we hier Rogina. Levarle. Ironsman -Le, en Rabic. Ironsman die trouwens de witte trein zal overnemen denk ik. Oh, wel 3 minuten 10. Of 3 minuten 20 zal dat lukken of niet. Dijbal dan Schelling. Dan hebben we hier Brandao, Barta, Carvalho, Ayberge, Santor, Gazaja en wij moeten hier lossen, maar nu kunnen we wel nog wat versnellen om onze rode balk helemaal weg te doen. Die is nu helemaal weg, maar we zullen eindigen op een 17e plaats denk ik. Op zich niet heel slecht, maar aan het begin van de klim had, had ik toch iets beter verwacht en we zullen zien hoe ver we nu zullen staan in het klassement. En dat is nog altijd op een derde plaats. Maar uh, ja, meedoen voor de 1 zetten zet er natuurlijk niet meer in. We staan op 3,5 minuut van uh, Ricardo Zoido en Raoul Alaikon, die toch wel heel dicht uh, staat op Zoidel, Dus dat is wel heel spannend. Ook voor de derde podiumplaats is het voorlopig heel spannend. Met Timon Ainsman, de concurrent voor de witte twee. Maar op zich concurrent is het natuurlijk niet als je gezien hebt hoeveel beter hij bij Hopbreed. Dus uh, die zal ons in principe al voorbij gaan. jan Baltas staat vijfde, dan Le Valais, ja, Rogina, Schelling en Diebol. In de groene tuin staan we natuurlijk een straatlengte voor, en uh, die gaan we natuurlijk niet meer uit handen geven. Bergklasman staan we niet bij, Kipkenboy is daar de eerste jonge klasmen. Dus staan we nog een klein beetje voor op uh, Airlensman. De rest doet ook eigenlijk niet mee, dus uh, daar gaan we ook al zeker top 2 eindigen, dat is niet zo belangrijk. Dus uh, ja, dat is het dan. Dan uh, gaan we eens kijken wat er morgen, of ja, morgen niet, overmorgen uh, op het programma staat, dat is etappe 12. En uh, dat is opnieuw een berg etappen naar Alpe d'Huez, dus we zullen dan eens kijken of we kunnen stand houden in die top 3 of uh, top 10. En uh, ja, dan hoop ik dat uh, we er nog altijd even goed voor staan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.